In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Van harte welkom, u allen, vandaag bij deze bijzondere viering met een bijzonder tintje. Vandaag staat hier voor het eerste iconostase opgesteld. En daarover is ook een boekje wat voor u allen beschikbaar is. De iconostase kun je zien als de poort waardoor wij binnengeleid worden in het goddelijk mysterie. Wij treden biddend in uw licht, hebben we juist gezongen. Wat mooi als we biddend in Gods licht mogen binnengaan. En zo ook met elkaar dat licht ervaren. Want dat licht, dat geeft een ongekende warmte en diepgang. En zeker in een tijd misschien ook waarin we duisternis ervaren. Het is goed dat we ons laten verlichten met elkaar en laten verwarmen met elkaar door dat goddelijk licht dat ons is gegeven. In zoverre wij daarin tekort zijn geschoten, willen we allereerst onze schuld uitspreken. Schuldbelijdenis 2, bladzijde 2 in het misboekje. Heer, ontferm u over ons. Toon ons, Heer, uw barmhartigheid. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Yeah.
Laat ons bidden. Heer onze God, Gij neemt het op voor al wat kwetsbaar is en klein, en leert ons wat rechtvaardigheid is en vrede. Open ons hart voor de mensen om ons heen. Geef dat wij bezorgd zijn voor elkaar, betrouwbaar in het kleine en groot in dienstbaarheid. Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Luisteren we nu naar de schriftlezingen. Eerste lezing uit Amos. Hoor toe, gij die de armen verdrukt en de misdeelden in het land verdelgt. Gij die redeneert, wanneer is de nieuwe maan er voorbij? Dan kunnen we ons koren verkopen. En wanneer de Sabbat? Dan kunnen we ons graan uitstallen. Dan verkleinen wij de korenmaat. Dan verhogen wij de prijs en bedriegen wij met vervalste weegschaal. Dan kopen wij de kleine man voor geld, de armen voor een paar schoenen en verhandelen wij zelfs de afval van ons koren. De Heer heeft gezworen bij de heerlijkheid van Jacob. Geen van hen daden zal ik ooit vergeten. Zo spreekt de Heer. Zo vriendelijk en veilig als het licht, bladzijde 63 in de bundel. De tweede lezing is uit Timotheus. Dierbare, voor alles vraag ik u gebeden, smekingen, voorbeden en dankzeggingen te verrichten voor alle mensen, voor koningen en alle hoge plaatsen, opdat wij ongestoord en rustig, één in alle opzichten godvruchtig en waardig leven kunnen leiden. Dit is goed en welgevallig in het oog van God, onze Heiland. Die wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen. Want God is één. Eén is ook de middelaar tussen God en de mensen. De mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft
als losprijs voor allen. Op de vastgestelde tijd legde hij zijn getuigenis af. En ik ben hiervoor aangesteld als heraut en apostel. Ik spreek de waarheid, ik lieg niet, om de volken te onderrichten in het ware geloof. Ik wil dus dat op elke plaats waar de gemeente samenkomt om te bidden, de mannen hun handen opheffen in een geest van godsvrucht, die haat en ruzie uitsluit. Zo spreekt de Heer. Mag ik u vragen te gaan staan uit eerbied voor het Heilige Evangelie? De Heer zal bij u zijn. Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen. In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen. Er was eens een rijk man. Hij had een rentmeester die bij hem werd aangeklaagd omdat hij zijn bezit verkwiste. Hij riep hem dus en vroeg: wat hoor ik daar van u? Geef rekenschap van uw beheer, want gij kunt niet langer rentmeester blijven. Toen redeneerde de rentmeester bij zichzelf: wat zal ik doen nu mijn heer mij het rentmeesterschap afneemt? Spitten kan ik niet en bedelen, daarvoor schaam ik mij. Ik weet al wat ik ga doen, omdat ik na mijn ontslag als rentmeester onderdak vind. Hij ontbood de schuldenaars van zijn heer één voor één en zei tot de eerste: hoeveel zijt gij aan mijn meester schuldig? Deze antwoordde: 100 vaten olie. Maar hij zei: hier heb je uw schuldbekentenis, ga gauw zitten en schrijf 50. Daarop vroeg hij aan nog een tweede: en hoeveel zijt gij schuldig? Deze antwoordde: 100 maten touwe. En hij zei: hier hebt ge uw schuldbekentenis, schrijf 80. En de Heer prees het in de onrechtvaardige rentmeester dat hij met overleg had gehandeld. Want de kinderen van deze wereld handelen onderling met meer overleg dan de kinderen van het licht. Zo zeg ik u ook, maak vrienden door middel van een onrechtvaardige mammon, omdat zij, wanneer zij u komt te ontvangen, u in eeuwige tenten opnemen. Wie betrouwbaar is in het kleinste, is ook betrouwbaar in het grote. Zijt gij dus niet betrouwbaar geweest met betrekking tot de onrechtvaardige mammon, wie zal u dan het waarachtige goed toevertrouwen? Als je niet betrouwbaar zijt geweest in het beheren van andermans goed, wie zal u dan geven wat gij het uwe kunt noemen? Geen knecht kan twee heren dienen, want hij zal dan de een haten en de ander lief hebben.
Ofwel de een aanhangen en de ander verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Zover de woorden van dit heilige evangelie. Wij danken God. Gaat u maar zitten. Beste medegelovigen in Jezus Christus. Vredeszondag. Op zoveel plaatsen in de wereld en zelfs in Europa worden mensen geraakt door oorlog en geweld. Gewapend conflict drijft miljoenen mensen op de vlucht. Nog veel meer mensen dan voorheen hebben het zwaar door oorlog en de gevolgen ervan. Door hitte en droogte, talloze grote branden, watertekort, overstromingen, voedseltekort. De aarde die wegkwijnt, vooral door de chaos die wij mensen veroorzaken. En dan zijn we ook nog eens geneigd om muren te bouwen in plaats van bruggen. God werkt anders. Hij werkt zonder eigendunk en zonder geldingsdrang, zonder angst en zonder zelfbeklag. Hij luistert en heeft geduld. Hij geeft en deelt vanuit zijn liefde. Hij wil dat alle mensen gered worden. U hoort het goed, alle mensen. En tot de kennis van de waarheid komen, want God is één en één is ook de middelaar tussen God en de mensen. De mens, Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losprijs voor allen. Zo hoorden wij in de eerste Timotheusbrief vandaag. God is zelf een brug geworden en wel door zijn Zoon Jezus Christus die betaald heeft met zijn bloed. Voor onze schuld. Zo werkt God. Maar zo kunnen ook wij werken. Die kans hebben we omdat Hij ons zo heeft gemaakt. Hij heeft ons naar Hem toegeschapen en naar elkaar toegeschapen, opdat wij ons met elkaar zouden verbinden als broeders en zusters. Opdat we elkaar zouden kennen en dienen. Beminnen dat we het gelaat van Christus in onze naaste zouden herkennen. Het gelaat van Christus. Waar zien we zijn gelaat? Natuurlijk in de iconen van de iconostase. Alle heiligen hebben een aureool om hun hoofd. En dat laat zien dat ze met hun hart bij de Heer zijn, voorgoed. Ze hebben de goede strijd gestreden. Ze hebben Christus gediend in de mensen naast hen. Christus die midden in de iconostase troont als de Pantocrator, de heerser van koning van het heelal. En waarom is hij de heerser en koning van het heelal? Omdat hij zelf als mens geworden zoon van God, door zijn kruisdood en verrijzenis, onze brug is naar God, onze Vader. Een iconostase lijkt dan misschien wel een muur, een afscheiding, maar wil juist verbinden. Een iconostase wil ons binnenleiden in het mysterie van de liefde. En die liefde mogen we vieren, ontvangen in de Eucharistie. In de Eucharistie spreekt God tot ons zijn woorden.
of we dat nu beseffen of niet. Bovendien ontvangen we Christus in de heilige communie. Een iconostase kan bijdragen aan het besef dat het geen gewone tafel is, maar dat het de tafel is van Gods liefde voor alle mensen. Het kan confronterend zijn. Het gezicht van Christus op pagina 19 van het iconostaseboekje, en u ziet het hiervoor ook onder, als u zover kunt kijken, en anders heb ik het hier in het iconostaseboekje. Bladzijde 19, misschien dat u al zo'n boekje van uit de portaal hebt meegenomen. Het lijkt mij dat deze afbeelding een weergave is van het gezicht van Christus op het moment dat hij in het graf zijn ogen opent en vol liefde kijkt naar ieder van ons, opdat wij zo op onze beurt zouden leren kijken naar wie dan ook en daarnaar handelen. Iconen worden geschreven, geschilderd, dat noemen we geschreven, vanuit een omgekeerd perspectief. Niet wij kijken naar die icoon, maar die icoon kijkt naar ons. Het is goed om dat gewoon aan ons te laten gebeuren, er de tijd voor te nemen, voor Christus die naar ons kijkt, vanuit de doek die in het graf op zijn gezicht heeft gelegen, vanuit brood en wijn waarin hij zichzelf aan ons geeft, vanuit onze naaste waarin hij naar ons kijkt, in de armen van onze tijd. Hoe is het mogelijk dat wij geen werk zouden maken van onze roeping, niet zouden komen tot overleg en daadkracht? De profeet Amos in de eerste lezing kent de lieden die zich verrijken aan de armen. En Jezus in het evangelie vandaag drukt ons op het hart dat wij als kinderen van het licht veel beter met elkaar zouden moeten weten te overleggen en problemen zouden moeten weten op te pakken. Want als christenen zouden wij de wereld iets te bieden moeten hebben. Licht in de duisternis, namelijk door te handelen vanuit de liefde van God. Waar staan wij als gelovigen in deze wereld? Is God het middelpunt van ons leven? En als we kijken naar het hart van deze iconostase, de icoon die ik als laatste heb gekregen, de omhelzing van Petrus en Paulus, die staat voor de verzoening tussen Oost en West. Bedoeld was de kerk van Oost en West in de 15e eeuw, de kerk van Oost en West die van uit elkaar gingen in de 11e eeuw, en men hoopte de kerk van Oost en West in de 15e eeuw bij elkaar te brengen, dat is niet gelukt. Maar nu op een andere manier, Oost en West staan tegenover elkaar. Wat is dat mooi, die omhelzing. Petrus die voor het Westen staat, Paulus die voor het Oosten staat. Staan wij open voor de vrede die Christus ons wil geven? Doorheen welke ellende, chaos, verwonding en vernietiging dan ook. Durven wij tegen de stroom in te gaan naar de bron en daarbij onze bijdrage te geven voor een geloofsgemeenschap die krachtig is en gastvrij en aanstekelijk werkt. Als we ons laten raken door Gods liefde, zijn we in staat om zijn rijk van liefde
en vrede in deze wereld op te bouwen. Mag u dan uitnodigen met mij ons geloof uit te spreken. U vindt de geloofsbelijdenis bladzijde 6 in het misboekje. Credo in unum Deo. Resurrectionem.
dan nu onze voorbeden voor God. Laten wij, zoals Paulus het vraagt, bidden voor alle mensen. Om geloof en moed voor ons allen die verantwoordelijkheid dragen in kerk en samenleving, laten we bidden. Heer onze God, wij bidden u voor ons. Om kracht en steun voor wie zich eenzaam voelen of ziek zijn, laten we bidden. Heer onze God, wij bidden u voor ons. Om vertrouwen en geduld voor wie op zoek zijn naar een baan, laten we bidden. Heer onze God, wij bidden u voor ons. Om hoop en perspectief voor kinderen die leven in armoede, laten we bidden. Heer onze God, wij bidden u voor ons. Om voorspoed en zegen voor studenten die een nieuw studiejaar begonnen zijn, laten we bidden. Heer onze God, wij bidden u voor ons. En we bidden voor onze geloofsgemeenschap. Voor onze dierbare overledenen, vanavond in het bijzonder voor Wilma Donderwinkel ten Haaf, Richard en Ronald Rikken, Jan Kroes van de Alverstraat, overleden ouders en familie Verwij Jansen en overleden ouders en familie Engelen Krechting, voor wie deze heilige mis aan God wordt opgedragen. Ik wil ook bidden voor allen die het moeilijk hebben, om vrede en vreugde. En bidden we vol vertrouwen tot Maria. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Almachtige en barmhartige God, tot in het diepst van onze ziel, kijkt uw Zoon Jezus Christus ons liefdevol aan, zoals Hij zich gaf en geeft, zoals Hij door ons gezien wil worden en gediend in onze naaste. Wil ons genezen, heiligen, verzoenen door het offer van uw Zoon en op voorspraak van zovelen die hem zijn gevolgd in geloof en liefde, Maria en Jozef, Joachim en Anna, engelen, apostelen en evangelisten, Maria Magdalena, Martha en Catharina, Nicolaas, Antonius en Hubertus. Dat het diepste ik, de levende icoon, de nieuwe mens, tot leven komt in al uw kinderen. Daartoe dalen uw zegen neer over ons, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Dan gaan we nu verder met het klaarmaken van de altaartafel en de collecte. En als offerandelied wordt gezongen en kunt u meezingen, Zingt voor de Heer van Liefde en Trouw. U vindt het in de bundel op bladzijde 61. Thank you.
zijn in het boekje bladzijde 7, misboekje. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Mogen de Heer de offer en de mannen nemen, van de Heer, gij blijft niet onverschillig wanneer wij onze handen opheffen in gebed. Aanvaard met dit brood en deze beker de gebeden van uw volk. En geef ons de gaven van uw Zoon, gerechtigheid en vrede, vandaag en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer zal bij u zijn. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. We zijn in ons hart bij de Heer. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Hij is onze aanbidding. U God, Almachtige Vader, danken en prijzen wij door onze Heer Jezus Christus voor uw werkzaamheid in de wereld. Want te midden van een mensheid die verdeeld is door oneenigheid en tweespalt, ondervinden wij dat gij ons hart ombuigt en bereid maakt tot verzoening. Uw geest immers beweegt het mensenhart, zodat vijanden weer met elkaar in gesprek gaan, tegenstanders elkander opnieuw de hand reiken en volkeren elkaar trachten te ontmoeten. Aan u is het te danken dat door de wil tot vrede twisten worden bijgelegd, haat door vergeving wordt overwonnen en wraak wijkt voor vergiffenis. Daarom danken en prijzen wij u zonder ophouden, sluiten wij ons aan bij de lofzang van de engelen in de hemel, die u verhevene toejuichen zonder einde. U Heer van alle machten en krachten, prijzen wij door Jezus Christus, uw Zoon, die in uw naam gekomen is. Hij is uw woord dat ons mensen redt, de hand die gij zondaars reikt. De weg waarlangs uw vrede ons wordt aangeboden. God, Vader van ons allen, toen wij ons van u hadden afgewend, hebt gij ons doen terugkeren door uw Zoon. Hem hebt gij overgeleverd tot in de dood, opdat wij ons tot u bekeren en elkander beminnen. Daarom vieren wij de verzoening die Christus ons heeft gebracht en vragen wij u, heilig deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest, nu wij de opdracht van uw Zoon vervullen. Want voor hij zijn leven ging geven om ons te bevrijden, nam hij tijdens de maaltijd het brood in zijn handen, dankte en zegende u, brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden, neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt. Eveneens nam hij op die avond de beker in zijn handen, prees uw liefde vol ontferming, reikte de beker over aan zijn leerlingen en sprak: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van ons geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Heer onze God, uw Zoon heeft ons dit onderpand van zijn liefde nagelaten. Daarom gedenken wij zijn dood en verrijzenis en bieden wij u aan wat gij ons hebt gegeven, het offer van volkomen verzoening. Heilige Vader, wij smeken u, neem ook ons aan tezamen met uw Zoon en schenk ons zijn geest in deze maaltijd. Dan zal deze geest verwijderen wat scheiding brengt. Laat hij ons bewaren in de gemeenschap met Franciscus, onze paus, Gerardus en Robertus, onze bisschoppen, met alle bisschoppen en met geheel uw volk. Maak uw kerk, zo bidden wij, tot teken van eenheid onder de mensen en tot instrument van uw vrede. Je hebt ons hier bijeengebracht aan de tafel van uw Zoon, samen met de heilige maagd en moeder van God, Maria, met heilige Jozef, haar bruidegom, met heilige Bartholomeus, Hubertus, Remigius, Laurentius en Antonius, en met alle heiligen. Breng zo de mensen bijeen van alle rangen en standen, van alle rassen en talen, om in eenheid de maaltijd te vieren tot een eeuwige verzoening in een nieuwe wereld die vervuld is van uw vrede door Christus, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons heeft gegeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede van de Heer zij altijd met u. Amen. Laat elkaar van harte die vrede toewensen. Oh.
Zalig zij die genodigd zijn aan het bruiloftsmaal van het Lam. Want zie, dit is het Lam van God dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.
Heer, in Jezus, uw geliefde Zoon, hebt ge ons getoond wat gerechtigheid is en ware vrede. Wij vragen u, laat ons die hier zijn gedachtenis hebben gevierd, een leven leiden dat het evangelie waardig is. Richt onze ogen op hem die dienaar van allen wilde zijn. Jezus Christus onze Heer, die met u leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wat bijzonder dat we deze Eucharistie hebben mogen vieren met daarbij de opstelling van de iconostase. Alsof de hemel hier op aarde neerdaalt. Hoe goed is het om de verbinding te voelen met elkaar, met de Heer van wie we alles hebben ontvangen. En met de zovelen die reeds voorgoed delen in de eeuwige vreugde en vrede. En met elkaar zoals we hier samen zijn. Wat is het goed om dat met elkaar te ervaren. Wij hier beneden hebben nog een weg te gaan. Daarbij weten we ons verzekerd van de hulp van de hemelingen. Maar het is ook goed dat we op elkaar kunnen rekenen. En dat we elkaar kunnen steunen in onze opgang naar hem. En ons daartoe laten raken door Gods liefde. Zo kunnen we ook of juist in tijden van crisis werken aan een geloofsgemeenschap die krachtig is en gastvrij en aanstekelijk werkt. Natuurlijk dragen we daar allen aan bij. En daar wil ik ook iedereen zonder uitzondering voor danken. Op dit moment willen we dat extra onderstrepen door te onderscheiden, in het zonnetje te zetten. En daarmee zetten we de hele gemeenschap in het zonnetje. Want als je met en voor een gemeenschap inzet, zegt dat ook iets van de gemeenschap. Zegt dat iets van verbondenheid. Voor velen zet je je in. En dat doe je met velen. Iedereen heeft daarin zijn plaats en taak. Wat zijn we zonder elkaar? Zonder anderen. Dus wanneer we één lid eren, eren we de hele gemeenschap. Ik zou graag naar voren willen vragen Gert en Gerda Alofs. U mag hiervoor gaan zitten. Gert, u bent al parochievrijwilliger sinds 1985. Onlangs hebt u zelfs nog meegeholpen bij het ontruimen van de ruimte onder de kerk. Jarenlang bent u actief geweest vanuit het kerkbestuur en hebt u kerkhofbeheer gedaan, onder andere met familie van overledenen een graf uitgezocht, aanwezig bij het delven en sluiten van het graf. U hebt samen met anderen het kerkhof bijgehouden en oude graven verwijderd. Het kerkhof aangelegd met aller zielen. Jarenlang was u collectant en heb u het innen van de gezinsbijdrage behartigd. Evenals de organisatie van 4 mei en het protocol vlaggen. Hebt u vrijwilligers aangestuurd bij het opbouwen van de kerstal en het schoonmaken van de kerk. Dat zijn de zichtbare dingen, maar er zijn zoveel andere werkzaamheden die niet gezien werden en die misschien minstens zo belangrijk waren. Het is een hele eer u te kunnen zeggen dat het de paus heeft behaagd dat hij u onderscheidt in de orde van de pro ecclesia, het pontificie. Maar ik wil nu ook graag naar voren hebben Geert en Ann Verwij. U mag daar ook gaan zitten. Ja. Geert, geboren in
Beek-Ubbergen. Je bent vanaf 1961 lid van het mannenkoor Beek. Later geëmigreerd naar Ooi. Ja, ja, een hele afstand toch? Toch lid gebleven van het mannenkoor. Van 1993 tot 2013 lid van het kerkbestuur van Brochie Ooi. En als zodanig nam je menige taak op je. Bijvoorbeeld actie Kerkbalans. Voorzitter van comité 100 jaar bestaan Kerk Ooi 2005. Organisatie 4 mei. Contact met school om interesse hiervoor te wekken. Gids bij openstelling van de kerk. Vanaf de Brochie-fusie 1 januari 2014... voorzitter van de torengroep Ooi, voor dagelijkse zaken rond organisatie en pastoraat. En je startte en begeleidt sinds 2 jaar een ploeg voor het onderhoud van het kerkhof. Je maakt deel uit van de schoonmaakploeg van de kerk. Bent acolyet bij uitvaarten, bouwt mee bij de opbouw van de kerstal en bent sinds 2006 lid van de ecumenische Stevenskring in Nijmegen. Maar daarnaast zijn er natuurlijk ook nog zoveel andere dingen waar mensen je voor weten te vinden en die je dan op je neemt en tot een goed einde brengt. En ja, ook voor jou de pauselijke erkenning, onderscheiding pro ecclesia en pontificie van harte gegund. En die reik ik graag uit samen met diaken Henk Nieuwenhuis, met wie jullie ook en wel jarenlang op een prettige manier hebben samengewerkt. En vanuit het bestuur natuurlijk een boeket bloemen voor jullie echtgenotes, van wie jullie de ruimte en de bemoediging kregen. Dit is nog niet het einde, want we gaan door in de sprong. Dus we hebben koffie met gebak of iets erbij. En we zouden het heel fijn vinden als we elkaar dadelijk ontmoeten in de sprong. En dan kunt u de beide onderscheidenen kunt u van harte feliciteren. Het mannenkoor is ook aanwezig en zal na de zegen zingen Domine salvum fac regem nostrum. De Heer zij met u. Zegene u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Gaat allen. Oh, dan mag jij iets zeggen.
Gaat al heen in vrede naar de koffie, hè? We zien elkaar dadelijk. Naar de koffie gaan, dus ik maak het niet lang. Maar ik hoop toch dat u mij even toestaat om wat te zeggen. Toen onze kleinzoon 14 dagen geleden met de klas, Latijnklas, naar Rome ging, zei ik, ja, je moet natuurlijk wel de pauze groeten doen en vragen wanneer opa die medaille nou eens eindelijk krijgt. En je ziet, ja, het is heel snel voor elkaar gekomen. Maar nou even serieus. De eer die ons, mij, te beurt is gevallen, die wil ik natuurlijk graag laten afstralen, ook naar anderen. De pastoor zei het ook al, wij krijgen hem, maar het geldt voor de hele gemeenschap. In eerste instantie natuurlijk voor Anne, voor mijn vrouw, want als je 61 jaar lang koorzanger bent, dan ben je heel wat zondagen weg geweest. Ook op moederdag, ook op eerste kerstdag, ook op derde kerstdag zelfs. We waren heel vaak weg. Nou, die kans hebben gekregen, ook nu nog steeds, om dit vrijwilligerswerk te doen. Ja, hartstikke bedankt. Maar ook natuurlijk, even verder, dat bestuur, het kerkbestuur waar we jarenlang mee samengewerkt hebben, wil ik toch één naam noemen. Ik denk aan Hetty Huisman van Tiel. Ik denk, als we die nog om ons heen hadden, dat er sommige dingen niet gelopen waren zoals ze nu misschien lopen. Die missen we heel erg. Maar ik wil natuurlijk iedereen eigenlijk heel graag in het zonnetje zetten, al die lui die meewerken op het kerkhof. Ik heb het al wel georganiseerd, maar zij komen elke week naar het kerkhof toe. De delvers, de mensen die voor de bloemen zorgen, de mensen die de administratie van het kerkhof hebben bijgehouden. Het is, we moeten geen namen noemen, maar één naam toch eventjes nog naast Hetty dan. Onze Jos Jansen, ja, die we ook eigenlijk graag willen betrekken in de eer die ons is te beurt gevallen.
moet ook een stuk afstralen naar hem. Mensen, er zitten een heleboel mensen van buiten, maar ook wel vanuit onze eigen ooi. Blijf ons supporten. Want als ik denk aan de fusiebesprekingen en dan denk ik aan een Jan Kamps die ervoor gezorgd heeft dat wij deze kerk hebben behouden, wel ten koste van Leuk, dat is natuurlijk niet zo aardig, maar wij hebben hem, dat we dat kunnen vol blijven houden. Blijf ons supporten, blijf ons steunen, blijf ons het gevoel geven dat we het niet voor een paar mensen doen. Ik hoop u allen te zien, allemaal, in de sprong. Maar de pastoor wil nog even iets zeggen. Dankjewel, Geert. Volgende week zondag is het weer feest, want dan vieren we het zilveren diaconaat van diaken Henk Nieuwenhuis. En dat is volgende week zondag dus, 25 september, om 12 uur is hier de Eucharistieviering. En aansluitend gaan we weer naar de sprong. Geert, in een vogeltje, dan kun je daarin. Ja, ja.